Hallo, het is alweer week 15 en ik heb vorige week geplaatst online dat ik dus zwanger ben en zoveel leuke reacties, ja. Ik heb nu ook de eerste vlog online gezet en daar krijg ik ook weer zoveel leuke reacties op en ik vind het echt super leuk en het motiveert mij alleen nog maar meer om te blijven vloggen en dit vast te blijven leggen. Kijk, vastleggen was ik sowieso wel van plan. Maar als er geen leuke reacties waren gekomen, dan had ik waarschijnlijk het gewoon voor mezelf gehouden en niet online gedeeld. Maar jullie reacties zijn echt heel leuk, dus dank jullie wel daarvoor. En laten we beginnen met week 15. Week 15 begint met een pakketje. Ik kreeg zojuist een pakketje binnen. Van Redcusix. Dus die ga ik even uitpakken, want ik heb geen idee wat het is. Beste Mattia, van harte gefeliciteerd met je zwangerschap. We wensen je heel veel liefde, gezondheid en plezier in deze mooie tijd. Vriendelijke groeten namens het hele team van Vertico6. Nou, wat lief. Dat zag ik echt niet aankomen, joh. Nou, wat leuk. Wat zit erin dan? Baby Yoda. Hallo. Nou, dat vind ik echt superleuk. Nou, dat is toch schattig? Ja, dat is echt heel leuk. Dankjewel, Vertico6. Echt superleuk. Ik krijg dus best wel vaak de vraag of ik nog gekke cravings heb. En ik moet jullie helaas teleurstellen, niet echt. Tenminste, niet voor heel veel mensen. Ik leef dus normaal best wel gezond. En mijn moeder was, toen ze van mij zwanger was, ook de hele tijd had ze zin in bleekselderij, komkommer, wortel, paprika. Allemaal gezonde dingen. Dus ik had echt verwacht dat ik dat ook zou hebben tijdens mijn zwangerschap. Maar niks is meer waar daar, want deze baby wil alleen maar ongezonde dingen eten. En ik geef me ook gewoon toe daaraan. Dus ik ben nu, ik had zin in kroket. De frikandel, of de snackbar is nog niet open. Dus ik had oven bitterballen in mijn kast liggen, in mijn vriezer liggen. Dus die ga ik nu op een lekker wit bolletje eten met mayonaise. En de pukkels vliegen om je oren. Maar goed. Ik heb echt het idee dat die baby erom vraagt. Want ik wil gewoon gezond eten. Maar ik heb er gewoon geen zin in. Gewoon geen... Nee. Heel apart. Dus dat is voor mij wel een rare craving. Maar jij kijkt waarschijnlijk deze video en denk je... Nou, ik wil vaker. Maar ik doe dat dus niet zo vaak. Maar ik ben zo vaak naar de Mac geweest. Om frietjes gehaald. Niet goed. Ik hoop dat dit misschien in het tweede trimester wat minder gaat worden. En dat ik dan wat gezonder kan eten. En meer groentes ook en zo. Niet dat ik alleen... Ik eet echt wel gezond. Want dat forceer ik mezelf om te doen. Maar ik eet daardoor wel minder. Want ik heb daar gewoon minder zin in. Maar goed. Dat wou ik eventjes in de vlog zetten. Dus dat was dat. Ik ben dus nu al 15 weken zwanger. En ik heb nog niet één keer gedeeld dat ik ook gewoon train tijdens mijn zwangerschap. Ik weet niet, vloggen tijdens het trainen vind ik een beetje awkward. Maar ik dacht deze week, ik ga het even vastleggen in de vlog. Dat ik gewoon train tijdens, nou niet gewoon train. Wel een beetje aangepaste training. Normaal bij Luno van Kracht PT. Maar dit keer dus met Amarante, want Luno is op vakantie. En ik heb er nog niet verteld dat ik ga vloggen. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Vandaag de training met Amarante. Ik hoop dat ze een beetje mercy met me heeft. Ik krijg echt zin in cola door de auto van Amarante. Waarom zou dat zijn? Ik weet niet. Ik zag de auto en ik dacht, oh, cola. Daar heb ik echt zin in. Ja, dat moet ik weer. Ja, oké. En wat voor de dingen van jou? Wil je slapen? Wil je naar voren? Ja. Iets met fietsen? Ja. En dan ga je uit. Ja, want ik heb ja, rustig aan. Ja, hè? Zo. Ja. Niet zo lang in de wc zitten.
Ja, ja, ja. Ik heb ik al en niet zwanger. Lijkt ook echt zwanger als ik dan maar meekijk. Huis of huis? Ja, ik nooit zo'n mond in mijn handen zitten. Nee. 5, 4, 3, 2, 1. En nu? De, mag de bank even. Bij het editen van deze vlog zag ik dat week 15 weer heel kort was. En week 16 wordt ook kort, dus ik dacht, ik voeg ze samen en dan is het samen een leuke gevulde vlog. Dat het zo kort is, dat komt echt doordat... ik heb dat al eerder verteld in deze vlogserie, dat ik nu heel veel moet streamen op Twitch. Ik heb die uren die ik moet halen voor een bonus. En met die kleine opkomst, ja, vind ik dat wel echt de moeite waard om ook echt te doen. Dus vandaar dat ik wat minder tijd heb om te vloggen. Maar ik doe ook letterlijk niet meer dan wat je ziet in de vlog naast streamen. Ik ben echt heel veel aan het streamen en gewoon huishouden aan het doen. Dus dan weten jullie dat, dat het daardoor komt. Ik ga dat wel vanaf week 20 ongeveer... Ga ik echt wel meer vloggen, want dan wordt het allemaal wat echter. En nou ja, dat zie je vanzelf wel. In de volgende clip vertel ik iets over een val waar ik helemaal niks over verteld heb in de vlog. En die val is met tennis gebeurd. Ik heb namelijk ging in de avond tennissen, was een toernooi. En daar hadden ze gravelbanen en het was... Ja, ik ben wel gravel gewend vanuit vroeger en daar kon je best wel goed op glijden. Alleen nu had het geregend, dus het gravel was... ja, dat gleed niet. Dat was heel stug. Dus ik wilde glijden. En mijn lichaam ging dus verder met glijden. Maar mijn voeten stopten dus. Je kunt het al voorstellen. Mijn voeten stonden stil, maar mijn lichaam ging verder. Dus ik viel over mijn hele heup, been, rug. Echt heel hard. En ik ging echt zo... Ik viel en dan ging ze allemaal zeggen... Poem, mijn voeten ook nog over mijn hoofd heen. Weet je wel, het was een hele dramatische val. Toen had ik de verloskundige gebeld nadat ik thuis was, 3 uur later. Toen zei ze, ja, je had echt meteen moeten bellen, want stel dat ik je wil zien, dan kun je ook meteen komen in plaats van dat we 3 uur later. Maar ze zei dat het helemaal niet erg was en dat ik alleen wat paracetamol moest nemen om te gaan slapen, zodat ik niet zoveel pijn had. Dus dat is de val waar ik het dadelijk in de volgende clip over heb. Ja, ik ben nu 16 weken en 5 dagen zwanger en... Ja, ik heb wel echt een buikie. Vooral als ik een blote buik kan goed zien. Maar daar gaat het even niet over. Ik heb voor de 3e keer een afspraak bij de verloskundige. En Nikki hoefde niet per se mee, want er was geen echo bij of zo. Maar we gaan wel even naar het hartje luisteren. En Nikki kan mee, dus die gaat meteen vanuit zijn werk ook naar de verloskundige. En ik ga er ook nu heen. Ik ga niet vloggen, want er valt niks te zien. We gaan echt letterlijk alleen maar naar het hartje luisteren. Ik ben natuurlijk gevallen van de week, dus dat gaan we denk ik wel heel even bespreken. En ik hoop ook dat ze, dat ze gewoon eventjes goed kan luisteren of alles goed is, weet je wel. Om eventjes mijn zorgen weg te halen.
Ja, ik had niet meer gevlogd bij de verloskundige. Had ik ook wel verwacht van tevoren. Het was uiteraard gewoon een check. We hebben het hartje weer gehoord. Dat klonk heel goed. Ze dacht ook dat het een... Omdat ik hem al een keertje had gevoeld. Zal ik straks nog wel even vertellen hoe en wat dat was. Dat het best een actieve baby was. Het hartje klonk gewoon heel goed. Dus we zijn weer helemaal gerustgesteld. De volgende check is over 3 weken. En dat is de 20 weken echo. Dus daar kijk ik wel een beetje naar uit. Want dan weten we natuurlijk ook wat het geslacht gaat worden. Of ja, dat is het er al natuurlijk. Maar dan weten wij het ook. En jullie ook. Dus dat wou ik even zeggen. Nu ben ik ook weer iets leuks aan het doen. Het is nog net week 16. Dus dit kan er nog net een beetje ingefietst worden. Ik heb... ik sta voor de gamma. Want ik ga de kinderkamerverf uitzoeken. Ik snap dat heel veel mensen er heel lang over doen. Ik niet. Ik ga gewoon naar de gamma en ik zoek een kleur uit. Ik zit een beetje te denken aan taupe, jute, beige. Een beetje die trant. Dus niet wit in ieder geval. En dat gaat voor 2 muren moet ik dat hebben. Misschien 3. En eventjes kijken bij een behangetje. Want we willen een soort van steenbehang. Voor in de hoek. Omdat dat dan een schoorsteen lijkt. Dus dat ga ik even uitzoeken. En ik ga even naar de Quantum kijken. Of er leuke dingetjes zijn. En de triptrapstoel ga ik volgende week verven waarschijnlijk. Als het in mijn planning uitkomt. Daar ga ik ook verf voor halen. Maar dat moet natuurlijk andere verf zijn. Dus dat ga ik nu doen. Wat heb ik gehaald? Voorstrijk van Albastina. En dan van de gamma muurverf, mat. Dat leek me mooi. En dan in de kleur speld. Ja, zag gewoon mooi uit. Een beetje zo wat ik zocht, denk ik. Ik hoop dat het niet te donker is op de muur, maar dat zien we vanzelf. Dan heb ik bij de karwei. Even kijken, deze moet daarin. Zo. Karwei heb ik zo'n blokje gekocht waar je je schuurpapier omheen kan doen om te schuren. 2 kwasten. Een mini verfset voor lak. En afplaktape. En ik zal meteen even die rode stoel laten zien. Die hebben we dus... Die heeft de tante van Elise gevonden. Langs de straat. Was gewoon voor ophalen. En je ziet het al. Hij is een beetje beschadigd en zo. Maar ja... Deze stoel, als je dit zou kopen, is 180 euro. En wij hebben hem dus nu gratis. Dus ik vind het redelijk waard om eventjes wat houtverf te kopen en hem zelf op te knappen. En dan moet je nog zo'n zitje erop aanschaffen. Maar dat komt vanzelf. Dat is het project voor volgende week.